Hallo, ik ben Lonneke Engel, geboren Eindhovense, maar al sinds 2002 woonachtig in het mooie New York City. Ik ben gevraagd om wat te vertellen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de winnaar daarvan, president Donald J. Trump. Voor veel mensen kwam het als een verrassing, maar voor mij eigenlijk niet, want ik had de afgelopen maanden de tv aanstaan en keek alle bijeenkomsten van Donald Trump en die van Hillary Clinton. En daar vielen mij gewoon een aantal dingen op. Eén daarvan was dat Donald Trump gewoon veel meer mensen op de been kreeg. Het tweede was dat hij gewoon naar veel meer staten en veel meer bijeenkomsten had als Hillary Clinton. Hij is 70 jaar en hij reisde met zijn Trump Force One, zijn vliegtuig, door heel Amerika. En had soms wel bijeenkomsten in 3 staten op 1 dag. Dus ik dacht, hij heeft zoveel energie en hij wil het zo graag. Dit is, ik was heel erg onder de indruk daarvan. Wat mij eigenlijk ook opviel was dat de media andere dingen zei dan wat ik zag op tv, op die livebeelden. Zo haalden ze zinnetjes uit lezingen van hem naar boven en vertelden niet de rest. En de media was zo negatief over Trump, ze maakten hem gewoon helemaal met de grond gelijk. Gewoon, hij was het slechtste wat ooit kon overkomen. En ik dacht echt, hoe kan dat nou? Ik kan je wat voorbeelden laten zien over hoe media over hem praten. Nou, dit is bijvoorbeeld een New York Magazine, die vond hem gewoon een loser. New Republic, thank you Trump, met een dikke middelvinger. En The Economist, net zoals andere magazines, Hillary Clinton, America's Best Hope. Maar ze hadden het allemaal mis, want they said it couldn't happen, President Trump. Hij werd het. En waarom heeft hij gewonnen? Nou, het is heel simpel. Hij kreeg de meeste stemmen in de meeste staten. In Amerika is een kiesstelsel waarbij 50 staten ieder voor zich kiezen wie daar de populairste kandidaat is. En als je dan de meeste staten wint, dan ben je de president. Want elke staat heeft kiesmannen en als je een staat wint, krijg je die kiesmannen toegewezen. Dat betekent dat Donald Trump gewoon uiteindelijk meer kiesmannen had dan Hillary Clinton. Dus hij won. En voor veel mensen was dit een verrassing, want in de media en op tv, het was toch allemaal Clinton en Trump was allemaal zo slecht. Ja, dat kan wel zo zijn, maar er is meer dan alleen tv en entertainment. Er is meer dan alleen California en New York. Daar wonen ook heel veel mensen, maar die zijn allemaal democratisch. Maar in het midden van Amerika, daar wonen ook veel mensen en die voelden zich niet vertegenwoordigd de afgelopen 8 jaar in de policies van president Obama. Heel veel mensen die wel voor Obama hebben gestemd, die waren ook teleurgesteld, waaronder veel zwarte Amerikanen, vrouwen, Hispanics. Dus Trump kreeg ook heel veel stemmen van hen. Uiteindelijk zorgde dat dus voor dat Trump nu de president is. En dan vraag je af, wat zal Trump betekenen voor Amerika en voor de wereld? President Trump is een nationalist. Hij is helemaal van Make America Great Again. En hij zal ook alles doen om te zorgen dat de Amerikanen veilig zijn en beschermd. En hij wil geen oorlog, hij wil gewoon meer met mensen aan tafel. Net zoals hij in zijn vorige leven als businessman heeft gedaan. Om gewoon een deal te maken. Hij is een dealmaker. En voor mij geeft dat wel een fijn gevoel, want hij is niet zo iemand die de confrontaties wil opzoeken, lijkt mij. Hij wil gewoon met alle mensen, Poetin, of nou van China of Japan, hij wil gewoon met iedereen om tafel en om te kijken hoe kunnen we het beste samenwerken, zodat we Amerikaanse zaken behartigen, maar ook dat voor beide partijen werkt. Veel Amerikanen vinden dat heel belangrijk, zeker met alle oorlogen waar Amerika nu in is verzeild. Volgens mij zijn het iets van 7. Mensen willen gewoon geen oorlog. Mensen willen vrede. Mensen willen het allerbelangrijkste wat de meeste stemmers van Trump willen, is een baan. Er zijn heel veel mensen die hebben gewoon geen werk. Ze willen gewoon weten dat er eten op tafel is morgen, dat ze geld hebben om eten te betalen en dat het land veilig is. En daar gaat hij ook de komende tijd op focussen. Hij wil focussen op meer banen brengen. Nou, daar heeft hij de afgelopen tijd al hard aan gewerkt. Hij is nog niet eens in office. Of hij heeft er al voor gezorgd dat bepaalde fabrieken
terugkomen naar Amerika en dus meer banen creëren hier voor Amerikanen. Hij heeft ook kosten bespaard. Zo, als eerste was zijn campagne sowieso veel goedkoper als die van Hillary Clinton. En nu ook laat hij zien dat hij kosten kan besparen. Hij heeft bijvoorbeeld de nieuwe Air Force One, het vliegtuig van de president. Die wordt op dit moment gemaakt. En Boeing had hij echt op een heel gigantisch bedrag gezet. Maar Donald Trump zei via een tweet, het is te duur. En Boeing zei, oké, dan maken we hem wel goedkoper. Daarnaast is er nog een ander vliegtuig, de F-35, de Nederlandse JSF. En daar heeft hij ook al van gezegd, die is te duur en die wordt ook goedkoper. En dat is ook fijn voor Nederland, want dan hoeft Nederland ook minder te betalen. Dus hij gaat als eerste proberen deals te maken, hij gaat proberen kosten te verlagen. En hij gaat ook proberen met mensen samen te werken. Ik denk dat hij echt iemand is die mensen bij elkaar brengt, iedereen vertelt zijn idee over de situatie en dan maakt hij de beslissing wat hij het beste vindt. Dus als jij een goed idee hebt en je komt bij hem, dan denk ik dat je gewoon een kans hebt dat hij gewoon naar je luistert. Het enige waar ik mee zit is dat hij alle energiebronnen wil aanboren. En ik heb daar een mening over dat ik vind dat we meer naar de groene energie moeten. En ik denk dat het nu een kans is voor de mensen die daar ook voorstander van zijn om hem laten zien dat het gewoon de beste keuze is met goede argumenten en goede zaken. Er is geen hoop verloren. Mensen kunnen nog steeds werken voor hun idealen en hem laten zien dat het het beste is. Ik denk dat protesteren en agressie en negativiteit, ik hoop echt dat mensen daarmee stoppen en dat mensen gewoon met z'n allen samenwerken zodat Amerika nog beter wordt. En ook in de wereld, dat we gewoon minder oorlogen hebben, dat we elkaar meer kunnen helpen. Dus ik heb op dit moment wel een goed gevoel erover. En ik kijk er ook met positieve gevoelens naar de komende tijd. En ik hoop dat jullie met mij gewoon eens gaan kijken wat nu die nieuwe president, wat hij ervan gaat maken. We zullen het zien. Time will tell. Bye bye!